Afgelopen dinsdag was de eerste aflevering van een nieuw tv-programma, Niet Lullen Maar Poetsen, over een groep ambitieuze twintigers die hard werken en hard feesten. Er was veel om te doen, om een blauwe hond, een gele Ferrari en niet te vergeten, de botox. Als je jong en rijk bent, ligt de wereld aan je voeten. En helemaal als je in Rotterdam woont. Succes is een keuze. Dit is het exclusieve leven van succesvolle jonge ondernemers uit steenrijke Rotterdamse families. Ik denk dat het langer had geduurd als ik niet uit dit gezin was gekomen met balen van succes. Nou, dit duurt even, dit zie je niet. Nee, dat duurt even, dat niet werkt. Maar geniet ervan. Gaat zeker lukken. Ik maak voornamelijk selfies. Dat is gewoon mijn werk. Maar waarom wil je een blauwe hond? Dat staat sowieso. Kijk omheen, het past heel goed bij het interieur. Ah. Als je dat helemaal om moet gooien voor je hond. Nee, tuurlijk. Meer. Ik wil geen papperskindje zijn. Nee, je wil geen papperskindje. Maar dan ben je natuurlijk gewoon toch. Jij gaat op een middag, ga je kreeft eten in Zeeland met de Ferrari van je vader. Ja, sorry hoor. En hier in de studio zijn ze aangeschoven. Twee van de sterren van het programma, Koen en Gigi. Hallo. Ik schenk eventjes traditioneel een glaasje champagne in, want dat hoort geloof ik in jullie leven. En laten we daar niet tekort aan doen. Je hebt goed geoefend, hè, de afgelopen tijd. Ik heb, jullie vooral... ik heb wel wat meegedronken, moet ik ook eerlijk zeggen. Kijk eens, alsjeblieft. Nou, jullie ook, jongens? Nou, eigenlijk zijn jullie wel gewoon aan het werk, maar... Wat heb je nou op je hand? Waar? Klavertje 4 of zo? Klavertje 4, ja. Geluks... Ja, geluks... Oh, jou valt gelijk de tattoo op, Thierry. Ja, hij zit maar heel de dag te begluren. Hé, jongens, ontkennen is zinloos. Ja, nee. Hé, jongens, het programma heeft het goed gedaan. Waren trending topics zelfs. Veel over gezegd. Ik geloof dat er allemaal journalisten ook jullie levens zijn gaan uitpluizen. Hoe hebben jullie het zelf ervaren? Hoe vonden jullie de uitzending? Hebben jullie er gekeken? Ik vond het helemaal leuk. Ja, cheers. Alleen maar goede reacties. Oh, alleen je hoeft niet op social media te lezen, maar... Nee, want waarom niet? Nou ja, je kon alles... Ja, van alles. Je las van alles. Van PowerPoint, papa PowerPoint tot botox, hoeren, alles. Want dat is dat te grof, vinden jullie? Nee, ik heb er alleen maar om gelachen, hoor. Ook negatief. Ik vind het dat wel, ja. Want botox hoeren ben je dan niet, of zo? Of? Nee, nou ja, moet ik zelf weet je wat, eerst je hebt 2, 3, misschien wel 4 keer nagedacht voordat je aan zo'n programma meedoet. En dan kan je ook verwachten dat er zoiets gezegd gaat worden. Ja. Wanneer je uit een andere familie, uit een andere buurt had gekomen en je had een heel ander programma neergezet, dan hadden er ook reacties gekomen. Want het is natuurlijk opvallend, want jullie zijn dan nu hier opgemaakt. Ja, dat is in een tv-studio natuurlijk wel vaak, maar jullie gaan echt ook zo door het leven. Ja. En op je 23e laten jullie ook al botox zetten. Ja, het is wel natuurlijk een apart leven daar in het Rotterdamse. En dat voor Rotterdam, waar ze eigenlijk gewoon... Ja, havenmedewerkers wonen, zweten en maar dat is juist het leuke, want aangezien Rotterdam zo nuchter is, gaan ze er ook zo nuchter mee om. Ja. Kijk, op zo'n tv-programma komt het over alsof je vindt dat heel je hoofd vol met rimpels zit en dat je jezelf helemaal plat laat spuiten. Maar de intentie van het botox spuiten, dat lag bij mij al heel anders. Dat is no big deal. Dus, En je gaat er ook heel anders mee om. Weet je wat het is? Als je bijvoorbeeld hier in Amsterdam of weet ik het waar in Zeeland en mensen die hechten daar een belang aan... Dan doen ze het ook, maar dan praten ze er misschien niet over. Annabel, heb jij gekeken? Ja, ik heb dat aflevering bekeken, ter voorbereiding. Wat ik me afvroeg, want dat viel me ook aan de andere deelnemers op... dat als je dan zegt van, nou, hè, je hebt rijke ouders... en je leeft een beetje daardoor het goede leven... dat jullie jongeren worden daar best wel... jullie reageren daar geïrriteerd op. Van, ja, maar ik doe het zelf. Terwijl ik denk, wat is er mis mee met gewoon zeggen... ja, ik ben in een rijk nest geboren, ik heb gewoon mazzel, ik heb een lekker leven. En ik geniet. Het lijkt wel alsof jullie je daar een beetje voor schamen. Nee, het is meer, kijk, dat maakt niet uit als je wat krijgt en zo. Daar schamen we ons niet voor. Dat is het helemaal niet. Maar ik denk dat het dan meer verkeerd is gezegd qua... Maar het was wel constant zo, en daar ben ik het mee eens. Ja, we doen het zelf. Wij allemaal, dan hadden jullie allemaal. Ja, kijk, als je 4 dagen in de week bijvoorbeeld stage loopt... en 2 dagen in de week bij Van der Valk werkt bijvoorbeeld. Want dat doe jij, hè, Gigi? Nou ja, kijk, weet je wat het is? En dat is wat Koen, denk ik, probeert duidelijk te maken. Wij hebben nooit gezegd dat we wat we doen zelf doen. Dat is misschien na het kijken van zo'n programma wel wat het eerst in je opkomt. Het hele programma gaat erover dat je zelf niet stil zit... Maar dat ik ooit ontkend heb dat ik iets krijg, dat is niet zo. Nee, natuurlijk precies, ben je hartstikke verwend. Maar niet lullen, maar poetsen gaat erom, wat Koen zegt. Dat je 4 dagen stage loopt en dat je die 2 dagen werken bijhoudt. Ik vind het namelijk helemaal niet erg, hoor. Dat vind ik een beetje heel Nederlands, hè? Om dan te katten op mensen die gewoon... Ja. Want hoe is het om geboren te zijn met een gouden lepel en... Nou, in voor mij mondje. Was die plastic. Was die plastic, ja? Ja, ik proef geen verschil. Was die van boten? Nee, ik proef geen verschil. Je hebt een heel bijzonder pak aan, hè? Wil je daar iets over vertellen?
Over mijn pak? Ja, je hebt een... Jij hebt me echt zo op zitten nemen. Normaal hoor. De hele dag al. Maar wij verdenken Thierry wel eens vaker. Maar geef maar even antwoord. Wat is het voor pak? Wat heb je aan? Nou, dat is gewoon een mooi stuk, vind ik. Een H&M'tje. Ja. Hoezo heb je hem zien hangen? Dit is het moment om iets te vertellen erover, maar dat doe je dus niet. Dat is ook Rotterdams. Oké. Dat je dat... Ja. Okay. Nee, ja. Ik heb toch gewoon een mooie sjaal met een top. Is toch niet heel raar? Nee. Ook een blauw overhemd aan moeten trekken. Heel defensief meteen, hè? Ja, maar dat is wel een beetje wat jullie leven ook is. Op het moment dat komt ook, je komt uit rijke families. Ik denk dat je ook zo bent opgegroeid. Dat je dingen moet afschermen. Dat je liever niet over dingen praat. En dat je ook veel dingen voelt als een aanval. Nou. Dat zie ik niet. Kijk, dat zei ik in die serie ook al. Toen vroeg je iets van, is het dan raar of zo, als je erover praat? Zei ik van, nee, een hele hoop vrienden van ons hebben hetzelfde. En van de buiten het feit dat je allemaal hetzelfde hebt, is het ook niet zo dat je er continu met elkaar over praat. Koen, we hebben nog een filmpje van jou, zeg maar jouw highlights in het programma. Maar even naar kijken. Okay. Mijn naam is Koen. Ik hou gewoon van de glitter. Wilt er iemand lekker een bubbeltje zo op de ochtend? Als je een wit huis laat bouwen, wordt het wel vaal. Dan kan je het beter weer mooi wit sauzen. Nou, dat doen wij ook. Dan hebben ze een lipliner aangezet. Dan denk ik, oh jongens. Net of je een boterham met Nutella op hebt gegeten. Kunnen leren, ik moet wel zeker. Maar oei. Zuiver die poes op de bak. Poep gaat makkelijker af de lippenstift. Dus. Voor mij zou het dan net even wat meer... Sjeu mogen in plaats van natte cake met koffie en thee. Leven is feest, dus hang de slingers op. Ja, Koen, jij hebt wel een... Je zit helemaal te kijken zo van, dit heb ik dit gezegd. Ik heb het nog helemaal niet gezien, stukjes. Jij hebt wel iets, hebben jullie allebei wel. Maar Koen, jij misschien nog meest, want weet je dat sterren... je hebt het wel in je om ster te worden? Ja. Oh ja, dat is gelijk bevestigd. Nee, ik bevestig. Dat meer in Java gaat door. Ja. Koen Kardashian, hè, wordt er geloof ik gezegd Kardashian. In Rotterdam. Ja, nou ja, er staat nog steeds geen rijke neger op mijn deur te kloppen. En mijn sekstape is ook nog niet uitgelegd, dus daar klopt niks van. Wat misschien maar goed ook is. Ja. Dinsdag hebben we weer uitzending, 10 uur NPO 3. En dan zijn jullie naar Milaan, hè? Want er moest geloof ik een tas gekocht worden. Daar hebben we ook wat beelden van. Okay. We gaan naar Milaan, want er moet iemand een tas, begrijp ik. Ja, dat ben ik. Nou, in Rotterdam heb je tassen zat, maar niet die ik wil. Oh, want weer wel iets bijzonders. Nee, iets moois. We hebben Italiaans vakmanschap of gewoon iets anders leuks, ja. Maar of je nou een uur naar Amsterdam rijdt of naar Milaan vliegt. Ja, ja. Bijna hetzelfde. Wat is het budget eigenlijk? Rond 1000, 2000 euro of zo. Dat... Met een uitloop naar 3. Oké, dan ben ik een beetje waar we naar moeten kijken. De max op 4, hè? Ja, wat mij ook intrigeerde, die tijd dat ik bij jullie was, jullie staan daar ook gewoon en jullie zitten hier ook gewoon als een stelletje. Zijn jullie een setje? Nee, ik ben geen lesbienne. Nee, is mijn zus al 22 jaar. Ik hou heel erg veel van haar. Maar dat is het wel. Hè? Maar jullie hebben ook nooit een keer... Waarom niet? Nee. Ik kan toch een keertje dronken zijn ook? En, Nee. Ik heb zat vingerplanten, dan doe ik het. Oké, jongens, ik vond het leuk dat jullie hier waren en we gaan dinsdag weer allemaal kijken. Helemaal goed. Dankjewel. Koen en Gigi. Fijne avond.